Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 16 van de Vrijheidsondernemers Show. Vandaag word je weer getrakteerd op een interview, een case study, hoe je het ook wilt noemen. We gaan vandaag praten met Esther Vree. En Esther Vree is een jaar of 5 geleden voor het eerst ingestapt bij een van mijn social media events en bij een social media opleiding. Zij gaat, heel persoonlijk, vertellen over haar ondernemersverhaal, over de worstelingen, over het feit dat ze nog een baan had toen ze ondernemer wou worden, over haar persoonlijke omstandigheden. En het mooie is, Esther staat ons te woord vanuit Thailand. Dat is tegelijkertijd ook een kleine waarschuwing. De audiokwaliteit is af en toe niet heel goed. We hebben het interview opgenomen. We hebben een paar keer dingen opnieuw moeten inspreken. Dus we hebben echt ons best gedaan om het voor jou heel verstaanbaar te maken. We hebben het ook zo goed mogelijk geëdit. Stel dat je een woord niet verstaat of het is niet helemaal duidelijk. Je moet er rekening mee houden. Er zitten nogal wat kilometers tussen ons. Zij zat in Thailand, ik zat gewoon in Nederland, terwijl we het hebben opgenomen. Maar hey, dat is online ondernemerschap, dat is ook vrijheidsondernemerschap. We doen het ermee, we hebben een goed gesprek gehad en ik wens je heel veel inspiratie en plezier ook bij het luisteren naar deze aflevering. En ik wens je ook toe dat je er leerpunten uit gaat halen, zodat je goed luistert naar wat ze nou precies zegt, wat ze mee heeft gemaakt. Want het kan heel goed zijn dat je in dezelfde situatie zit. Dus veel plezier met deze aflevering. Welkom. Ik heb in deze aflevering van de Vrijheidsondernemers Show weer een speciale gast. En haar naam is Esther Vree. Esther, ja. vanuit Thailand zelfs. Ja. Welkom. Dankjewel, Jeanette. Ja. Zal ik jou eerst eens even netjes introduceren? De merknaam van Esther Vree is Your Social Eye. En zij beschrijft zich als social media coach. En ik weet dat jij mensen helpt om zichtbaar te worden op de manier die ze zelf willen. En ja, zichtbaar op social media. Klopt dat? Ja, dat klopt. En ja, misschien kan ik daar nog iets aan toevoegen. Doe het. En dat is eigenlijk, ik leer eigenlijk ondernemers zichzelf en hun verhaal zichtbaar te maken. Ja. Dus inderdaad, absoluut op een manier die bij hen past. Ja. Maar het gaat om, zeg maar, om die ondernemer en het verhaal daarvan. Ja, en jij noemt dat your visual storytelling. Ja, klopt dus. Je bent visual storyteller. Ja. Voor zover ik weet is dat een term die niet veel mensen gebruiken. Nee, dat is leuk. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch. Even teruggaan, hè. Je bent natuurlijk niet voor niks hier te gast. Wij kennen elkaar vrij goed. Mm-hmm, ja. En inmiddels ook al een aantal jaren. Als we het gaan hebben over ondernemerschap en groei, dan ben jij voor mij een levend voorbeeld van doorzetten, keuzes maken en iets heel erg graag willen. Ja. Kun je beschrijven hoe het leven voor jou er ongeveer 5 jaar geleden uitzag? Jazeker, dat kan ik zeker. Ten eerste was dat een totale andere Esther. Ja. Ja, dat weet je ook nog wel, Jeanette. Ja, ja. Ja. Ik was toen ook in loondienst. Had het niet meer naar mijn zin. Sterker nog, of ik ging ziek naar huis of ik nam ontslag. Nou, dat laatste is het geworden. Ja. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van, hey, maar wat is er nou eigenlijk wel wat bij mij past? Ik had eigenlijk jaren gedaan, achteraf gezien, iets gedaan wat er op mijn pad kwam, maar niet zelf die keuzes gemaakt. Nee. En eigenlijk ben ik toen op onderzoek uitgegaan van, hey Esther, wat past er nou bij jou? Waar word je nou echt, waar word ik nou echt blij van? Waar kan ik waarde leveren? En
En wat maakt me blij en gepassioneerd? Dus eigenlijk was mijn passie helemaal weg. En Ja. die is nu weer volop ja, gekomen eigenlijk. Ja. Wat waren de eerste grote stappen? Weet je dat nog? Na mijn ontslag was eigenlijk, ja, ben ik gaan, ja, bij een loopbaantraject gaan volgen eigenlijk. Ja. Bij iemand die mij aansprak, via Twitter trouwens, als we het dan over social media Ja, hebben. tuurlijk. Ja. Ja. Dus via Twitter kwam ik bij haar terecht. En toen ben ik eigenlijk dat loopbaantraject gaan doen. En toen dacht ik, ja, ik vond het heel spannend. Ik had nog nooit zoiets gedaan. En vooral eigenlijk naar mezelf te kijken. Hè? Van wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik dan dus leuk? Ja. En zo kwam ik eigenlijk ook bij jou terecht en bij jouw event. Ja. Ja, rolde ik eigenlijk uiteindelijk in social media, omdat me dat heel erg leuk leek. Ja, precies. De eerste keer dat wij elkaar echt ontmoet hebben, is dat geweest bij een event van mij. Weet jij dat nog? Dat weet ik, ja. Bij Dat een was. social media strategie-event, denk ik, of niet? Nee, nog daarvoor. Toen had jij verschillende sprekers in de zaal. Ja. Zoals Simone Levy was er toen en René, hoe heet hij ook alweer? Ik kan even niet op zijn naam komen, maar over Facebook ging dat toen. En Ja, dat was ik weet wie je bedoelt. Ja, in Els. in, ja, klopt, daar Els, was ja. het. Dat was inderdaad En eerder. Dat was rondom het verschijnen, denk ik, van mijn eerste boek. Ja. ja, klopt. Nou ja, dan hebben we het over 2011, jongens en meisjes. Best lang geleden. Dat is al, ja, dat is 9 jaar geleden. Dat boek is al lang niet meer verkrijgbaar. Nee. Maar ik heb toen inderdaad een soort lanceringsfeest was het ook. Van al die onderwerpen, allemaal verschillende soorten sprekers over die onderwerpen. Ja, en ook gewoon bij elkaar zijn en van elkaar leren. En daarna heb je inderdaad nog, ik denk 7 maanden dat het is geweest, hè, de social media opleiding gedaan. Ja. En En daar ben ik natuurlijk ook heel erg blij van. Te ontdekken wat social media allemaal kan en wat ja. het doet. En daar, nou ja, ik weet nog heel goed dat ik bij jou zat, hè, dat we die live dagen hadden. En dat ik echt zo blij werd achter mijn computer. En dat jij dingen ging vertellen en dat ik zei, echt, kan dit allemaal, weet je wel? En te ontdekken ook weer. Dus weet je, dus doordat je een training volgt, weet je gewoon ineens allemaal nieuwe dingen, nieuwe kennis. Ja, En precies. ik weet ook nog de dag. Als de dag van gisteren dat ik bij jou zat, dat ik eigenlijk zeg maar social media voor een bedrijf wilde gaan doen. Hè? Dus ik wilde nog steeds eigenlijk in loondienst gaan werken. Ja. En toen ineens dacht ik van nee, ik wil dat niet meer voor een ander doen. Ik heb nou zoveel kennis, ik kan dit gewoon zelf doen. Toen had ik eigenlijk besloten van nou, ik ga mijn eigen bedrijf starten. Ja, dat En klopt. zo is Your Social Eye geworden. Ja, weet ik. Your social eye. En volgens mij hebben wij ook heel vaak tegen jou gezegd: Esther, je bent zo'n sprankelende persoonlijkheid op video. Ga iets doen met video. Ga ons dingen vertellen. Laat ons dingen zien. En ook inderdaad, ga webinars geven. Kun je vertellen hoe dat. Want ik weet, er gaan mensen luisteren die nog nooit een Facebook Live hebben gegeven of een webinar. Hoe is dat bij jou gegaan? Nou, ik was bij jou in de opleiding. Toen kwam er iemand iets vertellen over webinars. Dat was in 2014. Ja, Robert Maris, Maris. in de training, die ging hij vertellen. Hij liet zien hoe dat werkte. En ik zei echt tijdens jouw training, nou, dit ga ik echt nooit doen. Voor een camera zitten en een training geven. Ik kon me er helemaal niks bij voorstellen. Nee. En inmiddels vind ik dit echt een van de leukste dingen. Omdat ik natuurlijk heel veel, zeg maar, online werk. Een van de leukste dingen die er zijn. Dus een Facebook live uitzending, een Instagram live uitzending. Straks hoop ik ook LinkedIn live. Yes. Ja. En dus ook de webinars zijn ongelooflijk leuk om te doen. En ook daarbij, ja, ontdek je dus dat pas wanneer je het gaat doen. Weet je wel? Dus die webinars is geweldig. Want je hebt, ja, gewoon ongelooflijk snel contact met je deelnemers. Ja, ik ben het met je eens, maar ga eens terug naar dat gevoel van die webinars, want jij zegt je moet het gewoon gaan doen. Wat heb jij op dat moment gedacht en ook gedaan om het inderdaad te gaan doen? Nou weet je, ik dacht, ik wil online werken. En wat is daarvoor nodig? Ja. Een van die dingen is webinars geven. Dus weet je, ik stap er dan schijnbaar overheen
nou ja, ik weet niet of het angst is, in ieder geval om te denken dat ik het niet ga doen. Ja. En het dan toch te doen, omdat ik denk, ja, ik heb het nodig om verder te komen. Om te groeien, om die online trainingen te kunnen geven, om mensen te kunnen bereiken met een boodschap. Ja, daarvoor heb je dat nodig. Dus ja. Ja, tuurlijk was het ook spannend. En ik weet ook nog heel goed Facebook Live voor het eerst. Dat die aftelt 5, 4, 3, 2, 1. Oh, help! Ja. Ja, maar weet klopt. Je, ik denk dan altijd wel van... alleen maar doordat je dat gaat doen en ontdekken... ga je ervan leren en kom je verder. En het heel graag willen om iets te willen bereiken. Ik denk dat dat ook meespeelt in de drive van mij, zeg maar. Weet je, om verder te komen. Ik wil reizen en werken. En wat heb ik daarvoor nodig? Ja, je zegt een heel belangrijk ding. Jouw doel is groter dan je angst. Ja, dat is mooi gezegd. Ja, en als mensen zich dat voor ogen houden. Van laat ik inderdaad door angst mijzelf een droomleven beroven, ja of nee. Of ga ik inderdaad gewoon zeggen, nou ja, wat is het ergste dat kan gebeuren? Nou ja, dat de techniek het misschien niet doet. Hè, hebben we allemaal meegemaakt. De video doet het niet, het geluid doet het niet. Mensen kunnen niet in het webinar komen. Dat hoort er gewoon allemaal bij, so be it. Want ik zei in de intro, jij zit nu in Thailand. Hè, dat is echt een hele grote jump. Hè, van hoe was het 5 jaar geleden? Wat heb je allemaal geleerd? Je hebt jezelf ontzettend geschoold. Je hebt heel veel dingen gedaan. En ik weet dat je volgens mij bijna een jaar bezig bent geweest met de voorbereiding nu om bijna een jaar naar echt op reis te zijn, echt in het buitenland te zijn. Ja. Nee, had je dat kunnen dromen 5 jaar geleden? Nou, nee, 5 jaar geleden niet. Nee, absoluut niet. Toen stond ik er misschien ook nog niet eens bij stil dat dit ging komen. Nee, dat het absoluut überhaupt niet. Kan. Ja. Ja. Nee, want dat is nog, ja, dat is na 3 jaar geleden ontstaan eigenlijk. Ja. Ja. Tijdens de cruise of niet? Ik weet het niet eens meer. Ja, Ja, zeker. Weet je, tijdens de cruise in 2017, dat was ook zo'n stap. Hè? Op zich de cruise al doen is ook zo'n stap waarvan ik dacht van, ja, ik wil het zo graag. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik mee kan. Ja, dat is de belangrijkste zin. How can I make it happen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het wel kan? Ja. Ja. En dat brengt mij elke keer weer zoveel verder. Ja. En dat is misschien ook wel de boodschap voor de luisteraars, weet je wel. Ga kijken hoe je dingen kan laten ontstaan. Omdat je ze zo graag wilt, ga kijken ook wat je wilt. Ja. Wat is die cruise bij jou, weet ik nog heel goed. Tijdens die 7 dagen van de oversteek... Ja. Wat natuurlijk ook al spannend was. Ja. Zonder wifi, gewoon alleen maar zee. Ja, alleen maar oceaan. Ja, precies. En dat je vroeg, en die vraag is me wel vaker gesteld, maar wat zou je doen als geld geen rol speelt? En toen kwam die zo duidelijk binnen. Toen weet ik nog, precies waar we waren. We zaten daar met z'n allen in die ruimte en die vraag stelde jij aan iedereen. En op dat moment stond er echt in hoofdletters... reizen. Ja, klopt. En toen dacht ik echt, ja, dat is het. En weet je, nee, geen enkel idee hoe ik dat dan ging doen, reizen en werk, en dat mij zo ongelooflijk blij maakt. Dat maakt dan dus op dat moment ook helemaal niet uit. Als je weet wat je wilt en wat je droom is, dan komt dat later. Zo heb ik het ervaren. Het hoe komt wel. Want vertel eens iets over je verdienmodel nu. Over die modellen op slot van rekening. Ja. Onder andere zeg maar, heb ik een groepstraining, zeg maar. Die volgen dan onder andere een jaarprogramma. Ja. Dus die stappen in, zeg maar. En die gaan 12 maanden online bij mij de training volgen. Ja. Naast dat ik ook een online training heb bijvoorbeeld. Hè, een videotraining waar mensen zo in kunnen stappen. En die langere tijd 6 weken duurt. Ja. Ja, oké. Dus je zei jaarprogramma, 12 maanden, online begeleiding en elke week een mail, als ik het goed heb. Ja, dat klopt inderdaad. En dat gaat eigenlijk over hoe kun je zichtbaar worden, blijven. Want dat is vaak waar we mee struggelen. Welke content moet ik dan delen? En ja, maar ik heb er geen tijd voor. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat is mijn jaarprogramma.
Daarnaast heb ik online videotraining bijvoorbeeld, over Instagram onder andere. Daar kunnen mensen elk moment instappen en dat duurt dan 6 weken. Dus ja. Dat is doorlopend eigenlijk. Wat heb ik nog meer? Dat is eigenlijk een 1-op-1 coaching. Ja. Dus waar ik mensen begeleid, 1-op-1, online. Dus door eigenlijk een soort social media strategie. Dus een langere termijn traject. Ja. Eigenlijk een VIP traject. En eigenlijk ja, alles wat je dus nu aanbiedt in jouw bedrijf, dus in je verdienmodel, kan of is allemaal online. Ja. 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 Dus dankzij het internet kun je gewoon bijna een jaar weg. En kun je gewoon doen wat je het allerliefste doet. Ja. Ja. Dat is het ook. Ja. En ik had dat echt 5 jaar geleden niet bedacht. Dat, ik denk dat je het niet durfde te dromen. Het was te ver weg, denk ik. Ja, dat is het misschien wel. Ja. Ja. Ja, ja, dat ik niet durfde te dromen. Ja. Want als het over geld en over geldmindset gaat, wat is er voor jou veranderd de afgelopen jaren? Nou, weet je, dat ik weet dat ik van waarde ben. Dus mijn kennis is waardevol. Dat geeft mensen een volgende stap. Dus daar hangt ook een waarde in geld aan. Hè, mijn kennis is de waarde, maar het brengt hun veel verder. Ja, ja zeker. Ja. Dus dat is ook hoe ik zie hoe je, zeg maar, als je 1-op-1 met mensen werkt, wat het hen brengt als zij zo'n traject hebben gevolgd. Ja. Dus dat je daar ook geld voor mag vragen. Ja, ja, absoluut. Absoluut, want het levert ze natuurlijk ook gewoon een betere zichtbaarheid, beter bedrijf, misschien meer klanten op. Ja, en sterker nog, wat ik heel vaak merk en wat ik ook terugkrijg bij die 1-op-1 coaching is dat mensen ineens zichzelf zien. Dus omdat ik een soort spiegel ben, dus zij vertellen mij iets en ik kaats het eigenlijk terug. Ja. En zij gaan er online over vertellen en ze zien zichzelf eigenlijk daardoor. Dus het brengt zo ongelooflijk veel. Naast dat het online zichtbaarheid brengt, brengt het ook, zichzelf coaching. Eigenlijk. Ja, ja. Ook echt inderdaad persoonlijke coaching. Ja. Wat zou voor mensen die ook een grote droom hebben, wat zou jouw beste, of wat is eigenlijk jouw beste ondernemerstip? Of jouw beste persoonlijke ontwikkelingstip? Wat zou je mensen mee willen geven daarin? Nou, dat is voor mij het stukje wat ik dan zou mee willen geven eigenlijk is, ga kijken wat die droom is. Hè? Dus wat is het wat je echt graag wilt? Ja. En ga dan kijken naar wat het is en hoe kun je dat in stukjes hakken eigenlijk. Hoe kun je de stappen zetten zodat je droom werkelijkheid wordt? Dus maak het heel tastbaar. Ja. Maak het heel concreet. Ja, en hang er ook een tijd aan, weet je wel. Dat is eigenlijk met alles natuurlijk zo. Ja. Zodat het ook, weet je, dan gaat het ook echt leven. Want dan ik weet niet wie het zei, maar het is inderdaad gezegd, put a date to your dreams. The rest is logistics. Ja. Ja. Dat is het ook. En dat is wel echt wat ik ook ervaar. Weet je wel, dat ik nu hier zit, of dat wij hier nu zitten. Ja. Dat voelt elke dag weer super speciaal. Weet je wel? Dat we tegen elkaar zeggen van, nou ja, hoe kan het zo zijn? Ja, weet je wel? En hoe mooi is het? Dan komt ook die emotie van dankbaarheid heel erg naar voren. Ja. Wat is dat voor jou? Ja, dat staat bij mij heel hoog. Ja, dat weet ik namelijk, omdat ik jou een tijd volg en ken. Ja. Maar leg eens uit wat het voor jou doet, die emotie. Ja, het maakt me heel erg blij, weet je wel, dat, dankbaar dat ik het doe en daardoor ben ik ook blij met welke beslissingen we nemen, weet je wel. Ja. Ja, wat doet het met mij? Ja, het brengt mij verder en het brengt me ook tot mezelf. Ja. Ja, want we hebben één ding nog niet besproken en dat is het feit dat jij op reis bent naar misschien best wel, ik weet niet, risicovolle landen, ik weet het voor jou misschien. Want jij hebt al heel lang een chronische ziekte, diabetes type 1. Ja. Ja. En want mensen kijken misschien van de buitenkant van, Esther heeft makkelijk praten, die is jong en fit en gezond en bla bla bla. Ja. Terwijl jij weet en ik weet dat jij ook ontzettend goed op jezelf moet letten. Ja, dat klopt. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook de uitdaging. Laat me er niet door weerhouden.
Dus heel veel mensen zeiden ook van Esther, hoe doe je dat dan? Weet je wel? Ja. Maar ik ga ook zeg maar daarin weer kijken van hey, hoe kan ik nou wel op reis? Ja. Want ik kan je vertellen, ik heb gewoon één rugzak met van 50 liter. Nou, daar gaat een normale backpacker gewoon een half jaar mee op reis. Klopt. Die heb ik vol met medicijnen. Ja. Dus het betekent gewoon, ook daarin moet je stappen zetten van hey, hoe kan ik nou wel op reis? Weet je wel? Hoe oud was jij toen je... In 2013. Dus het was allemaal een beetje in diezelfde tijd dat ik, dat ik omschakelde van loondienst en niet meer naar loondienst. Dus dat is zeg maar 7 jaar geleden. Toen kreeg je een diagnose. Ja, toen was ik 41. Ja. En ik geloof echt, maar dat is misschien een stukje wat verder gaat, dat het te maken heeft met stress. En men zegt dat diabetes daar, nou ja, misschien dat je gewoon pech hebt, type 1. Maar ik geloof daar niet in. Dus dat is mijn mening, maar dat komt omdat ik daar natuurlijk middenin zit. Hè? Omdat ik weet in welke periode het gebeurde. En ja. Dat ik dacht, dit is bijzonder. En zoveel toeval, wat mij betreft, bestaat er niet. Maar goed, dat is een ander verhaal. Sindsdien moet ik insuline meenemen, spuiten. Alles moet je meenemen natuurlijk op reis. Ja. Om gewoon wel je gezondheid in acht te nemen. En dat is wel een uitdaging, weet je. Ook ja. Alles wat je doet, wat je eet. Nou ja, het heeft effect op je suikerspiegel. Ja, absoluut. Maar, ja, weet ik van dichtbij inderdaad. Maar weet je, dat weerhoudt me niet om die reis niet te maken. Maar was dat toen ook een enorme wake-up call? Ja. Ja. Ik denk ook... Het was allemaal in diezelfde periode. Ja. En ik denk ook dat dat een soort noodkreet was. Ja. Eigenlijk. Ja. Dat je denkt, hey, mijn lichaam geeft iets aan. En misschien ben ik er wel jaren overheen gebanjerd. Heb mijn grenzen niet aangegeven. En nu geeft mijn lichaam dit dus aan. Waarvan de artsen zeggen dat dat niet zo is. Maar ik voel dat zo. Ja, en dat is toch ook prima? Ik bedoel, ja. Het maakt niet uit of het wel of niet zo zou zijn. Maar als jij het beschouwt als jouw grootste wake-up call. En je handelt er nu ook naar. Ja. Dan is dat dus inderdaad zo. Precies, voor mij zeker. Ja. Ja. Nou ja, ik weet van heel veel mensen dat ze pas hun leven gaan veranderen als er iets ergs gebeurt. Terwijl ik zo graag zou willen dat mensen vanaf dag 1 al nadenken van hoe wil ik mijn leven indelen? En wat wil ik meemaken? Wat wil ik bereiken? Zonder dat je meteen al die drama's, verlies, rouw, ziektes, zonder dat je dat meteen allemaal over jezelf af... Ja, over jezelf af is het niet, maar zonder dat je dat gebeurt. Ja, weet je, en ik geloof ook dat je er pas over nadenkt als je dus zoiets hebt. Alleen inderdaad, ik vertel het... Ik heb het er niet vaak over, maar wel als mensen ernaar vragen, zeg ik dit altijd. Weet je wel, zorg dat je niet zo ver komt. Ja. Als ze zelf ook. Ja. Nee, ik weet dat jij er niet heel vaak over praat. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen inderdaad, want van de buitenkant ziet, ja, zoals nu ook, hè, jullie zijn op Thailand, stranden, prachtig. Ik weet dat mensen dan inderdaad kunnen gaan denken, ja, die hebben makkelijk praten. Ja. Maar het is gewoon niet zo. Ik weet dat jij ook een enorme weg hebt afgelegd en dat dingen misschien ook moeilijk waren en misschien ook, ik weet het niet, hè, mislukte lanceringen, een webinar wat niet goed ging, dat gebeurt ons allemaal. Het enige wat je kunt doen is gewoon doorgaan. Ja, weet je, en ook zeg maar in mijn bedrijf van te ervaren van, wat en daarop bijsturen, dat is voor mij echt mijn ontdekkingsreis. Letterlijk en figuurlijk ben ik altijd op ontdekkingsreis. Ja. En ik vind het ook heel erg leuk. Ja. Weet je wel, van mij hoeft het niet gelijk nu perfect te zijn, want dan ga ik het niet doen namelijk. Ja. Dus dat bijsturen, ontdekken en dan weer verder in die reis gaan, dat brengt je ook verder als persoon, als persoonlijke ontwikkeling. Dat ik vind dat het allerleukste van het ondernemen. Dat je zelf groeit. Ja, dat is ook zo. Het ondernemerschap is de grootste persoonlijke ontwikkeling die je kunt doormaken. Dat zeg ik heel vaak en dat zie ik ook gewoon heel vaak bij mezelf en bij anderen. Wat jij net zei was iets heel belangrijks. Hè? Van de beslissingen die je nu neemt, of dingen die je nu doet. Je zei het in het begin, van ik ben nu een hele andere Esther. Ja.
Ja. Wat was het grootste verschil? Dus wat doet en denkt de Esther van nu? En wat deed en dacht de Esther van toen? Ik denk het grootste verschil is dat ik groter kan denken. Weet je wel, dat ik anderen wil helpen met wat ik weet en wat ik kan. Ja. En dat ik ook daar een ander mee wil helpen. Dus ja. Dat je iets kunt bereiken als je iets wilt. Dat je je boodschap vertelt, hè? Show your message to the world. Vertel wat je, want we hebben allemaal iets bij te dragen. En ik zeg altijd, ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Ja. En hoe klein of hoe groot ook, het maakt niet uit. Maar vertel je verhaal. Iedereen heeft een verhaal. Ja. We hebben allemaal iets te brengen. En nou, dat had ik echt 5 jaar geleden nooit bedacht. Echt niet. Nee, maar dat is vind ik de mooiste. Weet je, dat is gewoon de mooiste groei die er is. Want ik volg jou al wel heel erg lang. Ik word altijd heel blij van jouw berichten. Je hebt gewoon een hele aanstekelijke energie. En ik weet, je bent ook een paar jaar geleden was je op Fiji. Fiji Islands, nou, bucketlist materiaal natuurlijk. Dat je gewoon helemaal, je kunt in extase zijn over de bloemen en over vlinders en over het strand. En kijk nou hoe mooi het hier is. En dan denk ik, jongen, je moet zo'n beetje een eigen televisieshow hebben hierover. Fantastisch. Ik word gewoon altijd heel vrolijk van jou. Dus dat is, als dat je kracht is, dan weet je, meer heeft de mens dan toch ook niet nodig. Nee. Misschien wel, ik ben nu een boek aan het lezen, dat heet Stilte. In een wereld vol lawaai. En daar wordt ook beschreven dat er een reiziger, een avonturier, ja, die verwondert zich altijd. Ja. Toen dacht ik, dat is precies hoe ik me voel. Ja, klopt. Ja, dat straal je ook uit, ja. Ja. Heel erg mooi. Wat kunnen mensen, waar kunnen ze meer van jou vinden? Waar kunnen mensen mij vinden? Online. Ja, online natuurlijk, ja. Dat is op mijn website kunnen ze dingen vinden op www.yoursociali.nl. Ja, ik zal de link ook in de aantekeningen verwerken. Ah, super. En natuurlijk, wat ik eigenlijk het allerleukste vind, is Instagram, omdat dat visueel is. En het allerleukste vind ik Instagram Stories. Ja. Maar ook bijvoorbeeld op LinkedIn ben ik de laatste tijd heel erg actief, omdat ik daar dingen zie. Ja. Dus daar kunnen ze me altijd vinden onder Esther Vree. Oké, dus ik zal je profielen erbij zetten, je website. En heb je nog een leuke weggever voor de luisteraars? Jazeker. Kijk, als we het hebben over visual storytelling. Ik heb bijvoorbeeld een gratis e-book. Dat meer klanten door het inzetten van visual storytelling. Nou, hoe begin je dan? Wat is dan je verhaal? En hoe kun je jezelf in het begin van visual storytelling dan laten zien? En mensen, daar krijg ik altijd hele leuke reacties over het e-book. Van, nooit gedacht dat het op die manier zou kunnen. Hoe kan ik nou beginnen? Nou, zoek mijn gratis e-book. Ja, ik zet de link erbij. Ik ga de link erbij zetten. Komt allemaal. En dan, dat is wel een leuk begin om visual storytelling in te zetten. Ja, ik kan niet wachten tot iedereen gewoon mooie verhalen gaat vertellen. En dat gevoel van geluk en dankbaarheid de wereld inbrengt. Dat hebben we heel hard nodig, volgens mij. Ja. En weet je, daar word ik ook echt blij van. En die weerspiegeling van positiviteit de wereld inbrengen. Ja. Daar word ik echt een blij mens van. Ja. Ja, nou ja, volgens mij hebben we dat ook gewoon allemaal heel hard nodig. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Gaan we ook gewoon doen. Nou, mag ik jou hartelijk bedanken dat je vanuit Thailand de tijd hebt genomen om met mij te praten en om mensen te inspireren. Want ik ga ervan uit dat je dat ook gewoon doet. Hè? Dat mensen geïnspireerd worden door jouw energie, maar ook door je verhaal. Als ze vragen hebben, dan weten ze je te vinden. Omdat ik ga je websites en je profielen erbij zetten. Heb je nog een laatste tip of heb je nog een laatste advies aan mensen? Of wil je nog iets zeggen over vrijheid en ondernemerschap? Ja, weet je, als vrijheid en ondernemerschap belangrijk voor je is, ga op zoek hoe jij je onderneming zo kunt inrichten dat jij die vrijheid ook voelt. En voor mij is dat reizen en werken. Voor een ander kan dat misschien iets anders betekenen, maar ga op zoek. Ja. Ook hier gaan we weer op ontdekkingsreis, zou ik haast zeggen. Ja. Om te kijken van, hoe kun jij dat dan voor jezelf waarmaken? En hoe kun jij dat realiseren? Ja, nou, dat zijn hele wijze woorden.
Dankjewel, Esther. Jij ook, dank je net, want ik vind het ontzettend leuk. En ik word ook weer blij van dit soort dingen te doen. Omdat ik online werken natuurlijk heel erg leuk vind. En mega leuk vind dat je me vraagt hier vanuit Thailand om daaraan mee te doen. Heel graag gedaan. Ja, dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!